Dan zijn er best wel wat mogelijkheden in zo'n wedstrijd en dan verlies je toch. Waar ligt dat aan? Ja, vandaag was het weer een heel lullig doelpunt, denk ik. We geven de vrije trap ook makkelijk weg door een beetje miscommunicatie. En daarna Philip die echt omhoog bokst en daarna niet goed bij de bal kon of zo. En dan loop je achter de feiten aan, terwijl je denk ik heel goed begon. Heel fel, een paar scrimmetjes voor de goal voor ons, een paar kleine kansjes. Ja, die moeten er dan in. En als zij 1-0 voorkomen, ja, dan kunnen ze een spelletje gaan spelen vanuit de counter. Moet ik zeggen dat we er wel in bleven geloven en echt nog wel wat kansjes gehad hebben. Maar we scoren niet. Dus ja, dan sta je toch weer met 0 punten. Vorige week had jij een ongelukkige wedstrijd. Nu dus jullie keeper. Hoe stuk zat hij in de rust? Nee, in de rust nog niet. Dan zegt iedereen gewoon kopje omhoog. We proberen het voor jou goed te maken. En daarvoor ging ook al van alles fout, waardoor die vrije trap komt. En het maakt niet uit wie de fouten maakt. Die moeten eruit. Maar ik heb vandaag wel een elftal gezien wat wilde knokken. En dat vond ik tegen AZ wel een stuk minder. Elftal wat knokt. Ook vandaag zag je dat het een magere bezetting is. 18 spelers. Weer een blessure. Mensen worden gewisseld. Nou zegt Nol Hendricks, er zijn nog wel wat mogelijkheden in de winter. Wat zie jij gebeuren? Wat wil jij? Nou, ik heb altijd gezegd, als er mogelijkheden zijn dat je een speler kan halen die een aanwinst is voor de selectie, moet je het altijd doen. Maar in welke linie? Ja, dat maakt op zich niet zoveel uit, denk ik. En al komt er niks bij, we doen het met de jongens die we hebben. Al komen er 6 bij, doen we met die jongens. Ja, dat is allemaal in de toekomst kijken. We moeten het nu met deze jongens doen en we werken met z'n allen keihard. Maar er gaat ook nog heel veel mis en we moeten ook af en toe een beetje geluk hebben, denk ik. Wat praat je daar met je vader eigenlijk over? Nee, die praat vrij weinig over die zaken, want die weet dat ik mijn mond niet kan houden. Dus dan ligt alles op straat. Dankjewel.